Welkom bij Gastgesprekken voor de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast, oud-cardioloog en wereldvermaard onderzoeker naar bijna doodervaringen, Pim van Bommel. Meneer van Bommel, van harte welkom. Zeg maar Pim hoor. Oh jee, ik weet niet of me dat gaat lukken, maar okay. Graag. Ontzettend leuk dat u er bent. Excuus voor de wat bombastische introductie. Ik heb begrepen dat u daar niet zo van houdt, maar ja, het is toch wel heel bijzonder. U heeft een boek geschreven over bijna doodervaringen en het is inmiddels 300.000 keer. Het is in Nederland de 28e druk, dus ruim 150.000 en het is in 11 talen vertaald, dus het is wereldwijd denk ik zo'n 400.000 zo, 400. Exemplaren. Ja, in Nederland doen we natuurlijk graag een beetje hushus, maar het is wel heel bijzonder. Het betekent wel ook dat u echt een snaar geraakt heeft bij heel veel mensen. U reist de hele wereld nog steeds over. Met COVID wat minder. Ja, dan doet u het digitaal. Vertelde in veel Zoom gesprekken. Ja. Maar dan toch al 20 dit jaar, zei u net zo, tussen neus en lippen door. Dus dat geeft wel aan dat er toch nog een enorme interesse voor is. U wordt ook veel geïnterviewd, ook in Nederland wel. En daarom dacht ik vandaag, de geschiedenis van hoe u begonnen bent met uw onderzoek in de jaren 80 en hoe u dat heeft opgezet, dat vind ik een spannend verhaal, maar dat is al vaak verteld. Dus gezien ook de beperkte tijd die we vandaag hebben, in onze dimensie is de tijd niet relatief. Dus dacht ik, we beginnen met een schets van wat een bijna doodervaring eigenlijk is, zodat we daar echt de aandacht voor hebben. En dan kunnen we horen hoe u dat duidt, wat uw onderzoek heeft opgeleverd, al die dingen. Kunnen we dat zo doen? Ja. En wat ontzettend. We hebben net natuurlijk al even zitten praten. En mijn eerste ervaring met bijna doodervaring was het boekje van Stefan von Jankovic. En dat was voor u ook zo, hoor ik net. Een van de eerste. Richie was er nog voor. Richie was er, ja. En hij beschrijft eigenlijk een vrij uitgebreide bijna doodervaring. De man had een ongeluk en was eigenlijk op slag dood. Dus hij had heel veel gebroken botten, lag op straat in een plasje bloed en was buiten bewustzijn. En hij wordt onmiddellijk wakker in een andere ruimte, beseft zich dat hij dood is, hoort klanken, kleuren, voelt een aanwezigheid, een zachte, prettige aanwezigheid, is niet bang. En is eigenlijk een beetje verbaasd, hé, ik ben dood. Vervolgens, ik ga er wel een beetje snel doorheen, anders wordt het een heel lang van, mensen kunnen het ook lezen. Maar vervolgens gaat hij terug naar de aarde eigenlijk. En dan zweeft hij een meter of drie boven de plek van het ongeluk. En hij ziet alles, dat is interessant. Maar wat nog veel interessanter is, hij hoort ook wat mensen denken. Dus er komt een vrouw voorbij met de dochter aan de hand. Die dochter wil wegrennen, ze vindt het eng. En die vrouw houdt die dochter vast en die bidt inwendig aan onze vader. En wenst vergeving van de zonde voor de man die overleden is. En dat hoort hij dus. Hij krijgt dat zo bijzonder. En hij voelt ook de positieve trillingen van die mevrouw. Dat gaat zo door. Hij hoort ook wat negatieve dingen. Vervolgens komt hij opnieuw in die ruimte terecht, maar gaat naar een soort licht toe. Het is geen tunnelervaring, maar hij gaat wel naar licht toe. En daarna begint er een uitgebreide levensschouw. Dus hij beschrijft dan een soort theater dat opengaat. En in dat theater ziet hij scènes uit zijn leven. Een stuk of... Ja, hij zegt tussen de 1000 en de 100, een stuk of 200 gokt hij. Uitgebreide scènes waarin hij ook niet alleen zijn eigen handelingen ziet en zijn eigen gedachten, maar ook de gedachten van de mensen om hem heen. En ook wat zijn gedachten en zijn handelingen hebben aangericht, of wat het effect daarvan was. En na die levensschouw komt hij opnieuw in de buurt van het licht. En daar heeft hij dan een soort, u noemt het in het boek grenservaring. Waar je niet voelt, als ik nu nog verder dat licht in ga en één wordt met die trilling, zo beschrijft hij het, dan ben ik definitief dood. En op dat moment voelt hij dat hij teruggaat in zijn lichaam. En is hij weer bij bewustzijn gebracht, omdat er iemand een spuit met adrenaline, geloof ik was het, hè, in zijn hart heeft gezet. Dat was in 1964, dus dan waren er nog geen defibrillatoren. En toen was hij weer op aarde. Indrukwekkend verhaal, hè? Ja, en kennelijk vinden meer mensen dat. En dan is vervolgens altijd het, wat is dit? Dus je leest dat, je hoort dat, in alle tijden, in alle culturen.
Ja, en toen kwam gelukkig in 2007 onder andere uw boek, er zijn ook andere boeken over geschreven. Maar u heeft wel een heel grondig overzicht van het onderzoek ernaar, een uitleg ervan. Nou ja, daar gaan we ons vandaag aan laven, hoop ik. Ja, misschien beginnen met het aantal mensen dat zo'n ervaring heeft. Is dat nog steeds... Nou ja, er is een onderzoek geweest in een enquête in Duitsland en Amerika. Daar zeggen ze over ruim 4% van de bevolking in de westerse wereld heeft zo'n ervaring gehad. Dat houdt in Nederland zo'n 600.000, in Europa zo'n 20 miljoen, in Amerika zo'n 12 miljoen of meer. Maar we weten nooit de exacte getallen, maar dat is een beetje de inschatting. Ja, bizar hoog aantal. Maar er zijn niet alleen maar dit soort ervaringen. Dit was een vrij uitgebreide, het kan nog uitgebreider. Maar een vrij uitgebreide, u zegt liever nabij de doodervaring, geloof ik, hè? Dat is tegenwoordig, near-death experience, wat oorspronkelijk de term is die Raymond Moody is gebruikt, is vertaald als bijna dood. En ja, er zijn al eens mensen die zeggen, je kan niet bijna dood zijn, je kan wel nabij de dood zijn. Dus dat is de reden dat ze het hebben veranderd in nabij de dood. Zelf staat in mijn boek nog steeds bijna dood, want ik vind het lastig om mijn hele boek te veranderen. Ja. Maar nabij de dood is denk ik wat zuiverder qua terminologie, een betere vertaling van near-death dan bijna dood. Oké, okay. Wat heeft uw voorkeur? Wat zullen we vandaag aanhouden? Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Oké. Okay. Nou ja, BDE, we kunnen het ook afkorten. Ja, of NDE, maakt niks uit. Ja. Nee, ja. Maar dat omvat meerdere soorten ervaringen. Het zijn ook, ik geloof dat daar ook die peri- en postnatale ervaringen en ervaringen die sympathische ervaringen. Ja, dat noemen we tegenwoordig shared death experience of gedeelde doodservaringen. Oké. Okay, ja. Dat is dat als je gezond bij het sterven staat van een geliefde, van iemand die heel nabij is, dat je op het moment van het sterven meegenomen wordt in die doodservaring. Soms wordt de kamer helemaal verlicht met gevoel van liefde. Soms word je zelfs meegenomen met de doodservaring door een tunnel naar de andere dimensies. Sommige mensen hebben zelfs de levensterugblik gezien van degene die overleden. En dan opeens staan ze weer naast het sterfbed van degene die net is overleden. Dus het heeft niks te maken met hersenuitval. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is het, want het is ook, want wanneer komt het voor? Het komt voor bij verdrinking, bij jonge kinderen? Ja, laten we zeggen, het meest bekend is en wetenschappelijk interessant is dat het komt bij kritische medische situaties, zoals een hartstilstand, klinisch dood. Dat is het, zeg maar, als je niet start met reanimatie binnen 5 tot 10 minuten, zullen alle mensen overlijden. Het is het beeld wat het meest nabij het stervensproces is. Klinisch dood. Maar je hebt het dus ook bij coma door verkeersongeluk of door hersenbloeding beroerte, bijna verdrinking bij kinderen, ernstig bloedverlies, zoals bij vrouwen bij gecompliceerde bevalling. Maar je hebt dezelfde soort ervaringen van een verruimd bewustzijn bij existentiële crisis, ernstige depressie, meditatie, isolatie. Twee astronauten hebben dat gehad, Glenn en Mitchell. Lindbergh had het toen niet over de oceaan vlogen, eentje, maar ook schipbreukelingen verdwaald in de woestijn. Maar ook zonder duidelijke aanleiding. Ja, en dezelfde soort ervaringen zijn ook dus op het sterfbed, dat heet een levenseinde ervaringen, kunnen ook bijna identiek zijn aan bijna doodervaringen. Dus die ervaringen van verruimd bewustzijn wordt ook wel spirituele transformatieve ervaringen genoemd. Het is een heel complex aan ervaringen die in essentie duiden op een ervaring van een verruimd bewustzijn. Maar wetenschappelijk gezien is het boeiend wat ook Jankovic beschrijft en wat mensen met bij de doodervaring beschrijven met een hartstilstand. Het is niet mogelijk om zo'n ervaring te hebben volgens de huidige medische inzichten. Dat was voor mij de uitdaging. U was arts, u was een man van de wetenschap en ook vooral van de empirische wetenschap. Ja. En toen kwam, voor mij als filosoof is het dan toch iets dichterbij, maar voor u kwam het natuurlijk. Ja, u wilde alles helemaal empirisch verklaren. Niet verklaren, onderzoeken. Exact, ja. Ja, dus niet verklaren. Het is onderzoek van hoe is het mogelijk dat er iets gebeurt waarvan ik altijd heb geleerd op de universiteit dat het niet mogelijk is. Want we hebben altijd geleerd dat bewustzijn product is van de hersenen. Dat is een nooit bewezen aanname of hypothese. Maar iedereen gaat ervan uit dat het zo is. En als je dan geconfronteerd wordt met mensen, in mijn geval als cardioloog, met mensen die een hartstilstand hebben overleefd, die zo'n ervaring van een verruimd bewustzijn hebben gehad, dan zou dat niet mogen. Dan zou dat niet kunnen. Want de hersenen zijn uitgevallen op zo'n moment.
En dat was voor mij dus de wetenschappelijke nieuwsgierigheid te bekijken. Is er dan een andere verklaring voor dat het wel kan? Ja, u wilde het niet op die manier verklaren, maar dat was wel wat u geleerd had tot dat moment. Ja. En toen bent u, bent u hier ingedoken. En u heeft ook aan die de poging om wetenschappelijk te onderzoeken wat er aan de hand is, heeft u ook een belangrijke bijdrage geleverd. Want u heeft de eerste prospectieve studie opgezet. De grootste. Ja, we zijn in 88 begonnen. Mm-hmm. Met een prospectieve studie bij in totaal 344 achtereenvolgende patiënten die een hartstilstand hadden overleefd in 10 Nederlandse ziekenhuizen. Kunt u nog even uitleggen wat prospectief is? Prospectief is dat je van tevoren de criteria vaststelt waarop je gaat onderzoeken. De meeste studies waren tot nu toe retrospectief. Dat betekent via een advertentie of een lezing vraag je mensen wie heeft iets ervaren, kom naar me toe. Maar dan krijg je een enorme selectie. Want de mensen die niet over kunnen of willen praten, komen niet. Prospectief is dat je alle patiënten includeert die volgens die criteria voldoen. In dit geval het overleven van een hartstilstand. Ja, ja, perfect. dat kunt u veel beter dan ik. En ja, en in die studie, daar bleek uit dat ongeveer 18% van de mensen die jullie vroegen, want je hebt met een aantal andere mensen uiteraard gedaan. Dus 18% van de mensen bleken een klassieke mededoodervaring te hebben en 82% niet. En nou was de vraag, hoe kan het dan? Wat is het verschil tussen de mensen met of zonder zo'n herinnering aan zo'n bijzondere ervaring? En tot onze grote verbazing konden we geen verschil vinden. Het is de duur van de hartstilstand, 3 minuten of 8 minuten, of de duur van de bewusteloosheid, 5 minuten of 3 weken coma, maakte niks uit. Hele korte hartstilstand bij onderzoek in de hartkatheterisatiekamer maakte niks uit. Maar ook de religie, christen of atheïst, maakte niks uit. Opleiding maakte niks uit. Geslacht maakte niks uit. Gebruik van medicatie maakte niks uit. Dus de conclusie is dat er geen wetenschappelijke verklaringen volgens de huidige criteria van de wetenschap zijn om te zeggen waarom mensen wel of niet een bijna doodervaring hebben. De enige, want uiteraard heb ik uw boek grondig gelezen. Het enige wat daar niet in stond, wat ik wel nog in andere literatuur tegenkwam, maar dat vond ik nog niet heel overtuigend, maar waar ze ook wel in zoeken is persoonlijkheid. Dus iemand die bijvoorbeeld meer, ja, ze noemen dat dan ook delusional tendencies. Dan bedoelen ze eigenlijk gewoon dat mensen openstaan voor het geloof in paranormale zaken. Ja. Dus ik weet niet of dat per se delusional is, maar daar schijnen lichte correlaties te zijn tussen bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Bruce Grace in Amerika, die is zelf psychiater, heeft al 40, ruim 40 jaar doet hij onderzoek. Dan heeft hij ook dit onderzocht, er komt niks uit. Okay. En we kunnen ook zeggen dat voorkennis over het fenomeen dat je weet dat zo'n ervaring mogelijk is, maakt er niks uit of het wel of niet te krijgen van zo'n ervaring. Ja, dus ook die persoonlijkheidskant is niet. Maar je kan moeilijk persoonlijkheid testen doen nadat ze de ervaring hebben gehad. Want het gaat om persoonlijkheid ervoor en dat kan je niet onderzoeken. Ja, ja, dat is ook wel. Dat is. Volgens mij heb ik goed begrepen. U benadrukt ook altijd heel erg dat een van de elementen van zo'n ervaring ook is dat je daarna radicaal verandert van persoonlijkheid. Ja. Hè? Wat bijvoorbeeld een onderscheid is met een ervaring die mensen met DMT kunnen hebben of met psilocybine. De transformatie, de klassieke transformatie, is ten eerste geen angst meer voor de dood. Mm-hmm. Overtuigd dat je door blijft bestaan als je lichaam dood is. Ten tweede een ander inzicht wat belangrijk is in het leven. Je bent verbonden met alles en iedereen en dan wordt het ook wel een eenheidservaring genoemd. Alles wat je de ander aandoet komt terug bij jezelf, en positief is negatief in opzicht. En de derde is verhoogd intuïtieve gevoeligheid, waar ze meestal niet spontaan over praten. Hmm. Nou, in enkele zeldzame gevallen kan de ayahuasca, DMT of psilocybine of LSD zo'n ervaring van ruim bewustzijn bestaan met transformatie. Dan zijn ze echt eruit geweest. Hmm. Maar dat is zeldzaam. Maar het kan wel. Stanislas Grof is een van de mensen die het heeft bestudeerd, maar het ook zelf heeft gebruikt. Mm-hmm. Maar meestal zijn het meer angstige hallucinaties en dat soort dingen, maar niet echt de uitreding met verruimd bewustzijn. Maar het kan wel. Ja, ja volgens mij was dat Carhart Harris, die had een studie en daar werd vergeleken, was geloof ik DMT en bijna doodervaring. En heel veel elementen kwamen wel terug, maar de essentiële elementen zoals een levensschouw, grenservaring en wat was de derde? Dus een aantal van die dingen, die komen dan niet komen terug. Dan, of in hele er zijn sommige elementen die je ook bij bijna doodervaring ziet, maar niet het complete beeld. We hebben ook niet alle mensen met een bijna doodervaring het complete beeld. Mm-hmm. Maar toch, er is een verschil, met name ook in de transformatie. Dus een hallucinatoire
naar een DMT of LSD geeft vaak eerder angsten dan het vertrouwen in wie je bent en dat je bent veranderd. Mm. Dus alleen de transformatie is voor mij doorslaggevend om te zeggen dat ze echt een bijzondere ervaring hebben gehad. Ja. Voordat we verder gaan, misschien toch interessant om te noemen welke elementen, want die ervaring van Jankovic is vrij uitgebreid, maar daar missen toch ook nog wat elementen in? Ja, de meeste elementen heeft hij gehad. Niet de klassieke tunnelervaring. Dat de mensen komen in een donkere ruimte, wat soms angstig kan zijn. Voor 15-20% van de mensen is dat op dat moment even een angstgevoel. Mm-hmm. Dan zien ze een stipje van licht waar ze naartoe getrokken worden. En dat beschrijven ze als een tunnelervaring. Ontmoeting van overleden dierbaren, waar je mee kan communiceren. Mm-hmm. Soms hebben ze ook toekomstbeelden uit het persoonlijk leven, het algemeen. Dus dat ze dingen meemaken die nog moeten gebeuren. Omdat in die dimensie van verruimd bewustzijn is verleden en toekomst beide aanwezig. Dat is, het bewustzijn is buiten tijd en ruimte, mm-hmm. wat ik dan non-lokaal noem. Dus alles is aanwezig en toegankelijk op dat moment. Verleden en toekomst. Mm-hmm. En ook het contact, maar wat beschrijft hij prachtig, met het bewustzijn van mensen in het verleden. Die ervaren hoe, wat het effect was op wat jij deed, wat je zei, maar ook wat je dacht. Ook dat heeft invloed op anderen. En dan het komen aan een grens met soms een stem of een overleden dierbare of een wezen van licht die zegt, het is je tijd nog niet. Je moet nog terug. En dan gaan ze vaak tegen hun zin in. Komen ze terug in het lichaam, maar dat is verschrikkelijk. Want dan hebben ze opeens alle pijn weer van in ieder geval een auto-ongeluk, van een hartinfarct en dat soort dingen. Het is een ramp om terug te komen voor ze. Hmm. Ja, nou. Even de lijn vasthouden. Dus we hebben dan de beschrijving van de ervaring hebben we denk ik vrij goed besproken. De wetenschappelijke logische verklaringen, zoals zuurstoftekort, imaginatie, andere stoffen, al die dingen. Ja, want we hebben dus een onderzoek gedaan dat uiteindelijk is gepubliceerd in The Lancet in 2001. Het is ook nog steeds het enige onderzoek met statistische significantie. En daar hebben we dus naast die prospectieve studie ook een lange termijn studie gedaan met interviews, getaped interviews. Na 2 en 8 jaar hebben alle mensen met een BDE die nog leefde en een gematchte controlegroep van mensen zonder BDE die een hartstilstand hadden overleefd. Dat betekent hetzelfde leeftijd, geslacht en tijdsinterval. Hmm. Om te zien of de transformatie, de veranderingen, nou het gevolg zijn van een hartstilstand. Of het gevolg zijn van een bijna doodervaring. Dat was ook nooit prospectief onderzoek. En wat onderzocht en wat wij vonden is dat alleen mensen met een bijna doodervaring die klassieke transformatie hadden. Wat ik daarnet zei, ook interesse in spiritualiteit, anders bewust gaan leven, meer compassie en empathie. En ook liefde naar jezelf. Begin daar maar eens mee, accepteren van je eigen schaduwkanten. En dan naar de ander en dan de natuur. Hmm. Ja, en dat bleek dus een significant verschil te zijn op heel veel punten. Ja. Even zien, dan hebben we eigenlijk vrij aardig staan wat het is. Denk ook voor mensen die er nog nooit van gehoord hebben. En dan, als ze er meer van, er valt genoeg over te lezen en te zien ook inmiddels aan films. U heeft ook meegewerkt aan een film onder andere over eindeloos bewustzijn. Dus op mijn website allemaal te zien. Ja, op uw website staan allemaal handige linkjes. Dus, ja, en dat geeft ons eigenlijk de ruimte om wat meer de duidingskant misschien op te gaan. Ja. Want de klassieke duidingen van er gebeurt iets geks met die hersenen en daardoor zie je allemaal gekke dingen. Ja, die zijn inmiddels wel uitgesloten, onder andere door uw onderzoek. Wat mij betreft ook, misschien ben ik dan wat naïef, maar het feit dat er dus goed gedocumenteerde berichten zijn van mensen die zowel toekomstvisies zien als ook bijvoorbeeld een overleden persoon ontmoeten waar ze dan mee een uitwisseling hebben. Maar waar ze niet wisten dat hij overleden was of dat hij bestond. Exact, ja. Dat is voor mij ook een heel duidelijke indicatie dat ze toch dat ze in ieder geval een bewustzijn bereiken dat niet spoort met een gebruikelijke interpretatie van wat ons bewustzijn zoal behelst. Ja, een van de belangrijke aspecten ook van ons onderzoek is dat we deden bij mensen met een hartstilstand. En dan is de vraag altijd, maar dan zijn de hersenen misschien toch niet uitgevallen, zodat ze mensen ervaring hebben. En dat is dus aanvullend onderzoek geweest met studies met geïnduceerde hartstilstand. Dus het opwekken van een hartstilstand bij mensen bijvoorbeeld met een ICD, een inwendige defibrillator, waarbij de drempel moet worden bepaald. Bij dieren hebben ze dat ook gedaan, met een EEG-controle. Dus de registratie van de elektrische activiteit van de hersenen. En dan zie je dat
binnen 10 tot 20 seconden het EEG, de elektrische activiteit van de hersenen, vlak is geworden en rechte lijn. Hmm. Het klinisch beeld is dat de mensen binnen enkele tellen bewusteloos zijn. De bloedstroom die we kunnen meten aan de halsslagader is 0 binnen 1 seconde. De lichaamsreflexen zijn verdwenen, dat is een functie van de hersenschors, de cortex. De hersenstamreflexen zijn verdwenen, de kerkreflex, de wurgreflex, je kan een vinger in je keel steken, de corneareflex, lichtcijfer pupillen. En ook het ademhalingscentrum dicht bij de hersenstam is uitgevallen, zodat de mensen niet ademen. Dus het klinisch beeld past bij uitval van de hersenschors en hersenstam. We weten bij die mensen met geïnduceerde hartstilstand dat de EEG vlak is binnen 10 tot 20 seconden. En bij dieren hebben ze ook gezien dat de diepere structuren niet meer actief zijn. Dat betekent dat we op die manier kunnen aantonen dat binnen 10 tot 20 seconden na het optreden van een hartstilstand er volstrekt geen activiteit meer in de hersenen is. En een geslaagde reanimatie duurt minstens 2 tot 4 minuten of langer. Nooit is een geslaagde reanimatie binnen 20 seconden. Dus alle mensen uit onze studie, maar ook uit andere studies die zijn gedaan, prospectieve studies in Engeland en Amerika, totaal van 562 mensen die een hartstilstand hebben overleefd, betekent dat ze allemaal een rechte lijn moeten hebben gehad, geen hersenfunctie meer hebben gehad, en toch gemiddeld zo'n 20% van de mensen melden een verruimd bewustzijn. Hmm. En dat strookt niet met ons nooit bewezen concept dat een bewustzijn product is van de hersenen, want de hersenen doen het niet meer. Ja, en u heeft daar sinds de jaren 80 over nagedacht. En ook het leuke van uw boek is wel dat u niet alleen eigenlijk al deze aspecten beschrijft van uw studie, van wat anderen erover gezegd hebben, maar dat u probeert ook te begrijpen wat gebeurt er met die hersenen. Wat gebeurt er met het bewustzijn? Ja, maar ook met de hersenen. En met de hersenen. Staat ook in het boek. Ja, precies. Ja, hoe zou u... het is een beetje een brede vraag zo, maar misschien moet die ook breed zijn. Wat gebeurt er volgens u met ons bewustzijn op het moment dat we zo'n ervaring hebben? Ja, als de mensen een klassieke bij de doodervaring hebben, dat betekent dat we in een andere, hogere dimensie zitten met een vooruit bewustzijn, waar bewustzijn geen tijd en geen afstand meer telt. Dus het verleden en toekomst is aanwezig en toegankelijk. Je bent ook in contact met overleden mensen daar. Dus het is een heel andere dimensie dan onze fysieke dimensie. Het probleem is natuurlijk voor de huidige materialistische wetenschap die zegt, bewijs dat maar eens. En wat we kunnen bewijzen in de materialistische wetenschap is wat de hersenen doen. Maar objectieve wetenschap, we willen graag iets objectiveren, iets meten, iets dupliceren, falsificeren. Mm-hmm. Nou, wat je in je bewustzijn ervaart, ook op dit moment, wat je voelt en denkt, is niet te objectiveren, niet te bewijzen, niet te reproduceren, niet te falsificeren. Dus onze ervaringen in ons bewustzijn, de subjectiviteit, de essentie van wie we zijn als mens, valt buiten de huidige materialistische wetenschap. Ook omdat het in een hogere dimensie plaatsvindt dan de fysieke wereld. En dat maakt het ook lastig voor een hoop mensen, omdat... te accepteren. Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk hebben we de filosofische antropologie, zo noem je dat dan, daar is ook de vraag naar de hard problem of consciousness. Ja. U haalt het ook aan in uw boek, David Chalmers. Hoe kunnen we het bewustzijn verklaren? Maar dat is eigenlijk dus ook al, voor zoals wij hier nu zitten, is het eigenlijk ook al niet helemaal begrepen wat bewustzijn precies is, laat staan. We hebben geen definitie van bewustzijn. Er zijn zoveel aspecten van bewustzijn die je kan benoemen, dat doe ik ook in mijn boek. Mm-hmm. Maar er is geen definitie van. Het Chalmers zegt ook, als we alles van de hersenen en de hersenfunctie begrijpen, is het nog geen verklaring van ons bewustzijn. Dat zegt Chalmers ook. Mm-hmm. Dat is dus de grote uitdaging, dat je niet verder komt met alleen maar kijken naar het fysieke aspect van ons lichaam. Maar ook, het is ook niet nieuw, hè? Dus Plato heeft niet alleen het klassieke verhaal van de bijna doodervaring geschreven, maar hij schrijft ook dat ons lichaam is de tijdelijke drager van de ziel die blijft, de ziel die onsterfelijk is. En in andere dimensie speelt tijd geen rol meer, heeft Plato geschreven. Dus het is helemaal niet nieuw, alleen in de huidige tijd, dankzij de bijna doodervaring, worden we geconfronteerd met de oude kennis, de Upanishads, Tibetaans boeddhisme, Plato. De middeleeuwen met de mensen die religieuze ervaringen hadden, zijn eigenlijk identiek vaak aan dit soort bijna doodervaringen. Dus het is niet nieuw, alleen nu is het nieuw dat we het wetenschappelijk hebben kunnen onderzoeken dankzij de moderne reanimatietechnieken. Mm-hmm.
Ja, en toch is er tussen die twee toestanden, dus tussen ons normale waakbewustzijn en het bewustzijn dat je tijdens een ervaring hebt, is toch een belangrijk verschil. Ja, en dat komt omdat als je dan vraagt wat is de functie van de hersenen, dan is het geen producent van het bewustzijn, maar het is een interface of een facilitator, een transceiver, een zendontvanger van het bewustzijn. Dat is, of een filter, heeft Willem James ook al gezegd. Dat betekent dat dat verruimde bewustzijn is altijd overal aanwezig buiten tijd en ruimte. Al onze herinneringen zijn ook daar aanwezig. Maar in ons brein, in ons waakbewustzijn, zoals we dat nu hebben, ontvangen we slechts een klein gedeelte van wat daar aanwezig is. Dus het waakbewustzijn is slechts een gedeelte van wat daar non-lokaal aanwezig is. En om dat te begrijpen, vergelijk ik tegenwoordig met de iCloud. Er zijn 1 miljard websites en YouTube-filmpjes. Die gaan op dit moment ook door ons heen. Net zo'n paar honderdduizend telefoongesprekken. Allemaal elektromagnetische informatiegolven. Zijn nu aanwezig, gaan door wanden heen, door ons heen. Maar je hebt een instrument nodig wat functioneert om een gedeelte ervan te ontvangen. Maar onze computer produceert niet het internet of die iCloud of zelfs die YouTube-filmpjes. En dat je mobiele telefoon produceert niet dat gesprek, maar ze ontvangen het. En je kan met de computer ook dus interveneren. Dus het is een interfacefunctie. Dus ik vergelijk de hersenen met een interface. En als die interface is uitgevallen, dan kan het gebeuren dat je in dat verruimd bewustzijn komt. Oké, dus en in uw boek haalt u ja, eigenlijk de analogie van de kwantumfysica aan om zeg maar, de non-lokaliteit te beschrijven. Dat is misschien wat ingewikkeld voor de context van dit interview. Of in ieder geval, we hebben niet genoeg tijd om dat goed uit te leggen. Maar het is belangrijk wat je zegt, het is analogie. Hè? Hmm. De kwantumfysica is geen verklaringsmechanisme. Maar de analogie, met kwantumfysica weten we dat alles met elkaar verbonden is buiten tijd en ruimte. Dat is dan de non-lokaliteit. En dat alles één is. En dat begrip beschrijven de mensen ook met zo'n verruimd bewustzijnservaring. Dus het is de analogie van begrippen die we uit de kwantumfysica kennen. Ja, nee, precies. Dat is, dus dat zei je heel goed. Ja, nee, en ik zei het ook omdat er ook veel, dat daar ook wel eens verwarring over is. Ja. Dus ik denk dat het is nuttig dat het nog even dubbelop even gezegd is, inderdaad, waarom dat zo genoemd wordt. Toch als je die vraag omdraait, want de vraag is heel verleidelijk, hè, van wat is dat voor toestand en waarom is dat anders dan wat wij nu ervaren. Je zou het eigenlijk ook om kunnen draaien, omdat als die mensen die ervaren daar een toestand van ja, onvoorwaardelijke liefde, van een zekere eenheid, van genade, en die komen terug in dit kille, koude leven op afstand van anderen. En vooral dat is volgens mij wat het meest, nou goed, zullen we straks nog even apart over, maar in ieder geval, er zijn heel veel elementen aan ons bestaan dat voor die mensen door het contrast extra pijnlijk is geworden. Waarom zouden we dan toch, wat voegt die ontvanger, om in die metafoor te blijven, wat voegt die ontvanger en waarom hebben we die interface eigenlijk nodig? Waarom blijven we niet gewoon allemaal lekker in dat non-lokale, oneindige bewustzijn? Nou, dat is even interessant wat ik had over die transformatie, die verandering. Het derde element is die verhoogde intuïtieve gevoeligheid die mensen hebben. En dat betekent dat normaal ontvang je zender 1 je eigen bewustzijn. Maar na zo'n BDE ontvang je zender 2, 3, 4 en 5 van andere bewustzijnsvelden. Dus je ontvangt veel meer, de drempel van ontvangst is verlaagd. Dus je ontvangt veel meer informatie. Dus die mensen hebben vaak toekomstbeelden. Vaak zien ze iemand en weten dat hij ziek is of dat hij gaat overlijden. En dat blijkt dan ook te gebeuren. Waar ze erg van schrikken en onzeker van worden. Dus het is, die hebben vaak ook die beelden van toekomst, maar ook van verleden. En ook van dingen die je niet zou kunnen weten, zeg maar. En waarom hebben wij die niet? We hebben het waarschijnlijk tot de leeftijd van 6 jaar. Hmm. En daarna raken we dat kwijt door de opvoeding, de scholen en dat soort dingen. En we zien ook dat kinderen die opgroeien bij ouders die verhoogd intuïtief zijn, of bij de doodervaring of een andere manier, soms is het ook genetisch in familielijnen, die blijven wel die verhoogde intuïtie hebben. Dus we hebben in principe de mogelijkheid om het te hebben, maar we raken het kwijt en we kunnen het herwinnen met de bij de doodervaring. Ik ga de vraag naar de zin daarvan ga ik u straks nog een keer stellen. Maar ik wil graag, wat ik eigenlijk het fascinerendste vind, en ja, we hadden het er net geloof ik al even, ik geloof dat u het ook
die levensschouw, die is wel heel pregnant. Dus je komt in een toestand waarin je in aanwezigheid van een welwillende... Ja, ze praten niet, maar het is een soort intuïtieve communicatie. Gedachteoverdracht. Gedachteoverdracht. En dat is hetzelfde wat Jankovic ook beschrijft. Als hij boven zijn lichaam daar hangt, boven dat ongeluk, dan weet hij wat die vrouw denkt en zegt. Dus je gehoor is uitgevallen, maar je weet wat mensen zeggen en denken. En je zicht is uitgevallen, want je ligt daar bewusteloos met je ogen dicht. Maar je hebt een visie, ik neem maar een waarneming van buiten boven je lichaam, wat 360 graden is. En je ziet details en overzicht tegelijkertijd. Dus je hebt waarnemen zonder ogen en gehoor, want als je weet wat de mensen zeggen, zonder je oren. Dus het is een andere dimensie waardoor dit mogelijk is. En dan mensen die dat beleven, die krijgen dan scènes uit hun leven te zien. En nou ja, u heeft honderden gesproken. U krijgt elke dag nog, of elke week nog e-mails. In het begin was dat misschien nog iets meer. Toen heeft u een boek geschreven en nu nog steeds. Van mensen die hun ervaring met u delen. Als we daar nou eens bij elkaar harken, wat voor lessen die mensen krijgen. Want wat ze allemaal, tenminste de paar die u beschrijft, die ik heb gelezen, die ik zelf heb gelezen, zeggen ze eigenlijk allemaal: de moraal die we hier op aarde hanteren, die hanteren zij niet. Dus er is een voorbeeld van iemand die een Duitse soldaat een sigaretje geeft en dat eigenlijk met grote tegenzin doet, wat toch als een positieve act wordt gezien, terwijl de intentie niet goed was. Terwijl anderen weer zeggen, ja, nee, maar de intentie wordt gewogen en niet het resultaat. De gedachten tellen mee. Als u dat nou zo eens bij elkaar harkt, wat is de kosmische wet van de liefde die daar, ik geloof dat zo erg schijnt. In principe het belangrijkste is dat alles met elkaar samenhangt. Dat alles wat je denkt ook invloed heeft op de ander. Het is de eenheidservaring. En dat hebben de mensen na bijna doodervaring nog steeds. Ze voelen anderen aan, ze voelen de natuur aan, ze zijn ermee verbonden, de eenheid. En het belangrijkste is dat alles wat je de ander aandoet in positieve zin, dat ervaar je tijdens een levensschouw, dat het positief was, dat de ander dat als positief heeft ervaren. En ze voelen zich vaak schuldig. Het is geen oordeel hoor, maar het is een inzichtervaring dat ze dingen fout hebben gedaan of anders beter hadden kunnen doen. Het verhaal van iemand die een oud vrouwtje hielp de straat oversteken, dat kwam opeens in de levensschouw naar voren. Dat was een goede daad. Terwijl ze zeggen, god ja, ik heb iemand even de straat overgeholpen, een oud vrouwtje. Dat soort dingen zijn dan opeens belangrijk. Hoe je andere mensen wil helpen met je intentie. Als je mensen wil helpen om aardig gevonden te worden, is een andere energie dan dat je mensen helpt omdat je ze wil helpen. Nou, dat soort dingen, dat verschil is duidelijk aanwezig. En als u, want zeg maar, u heeft zoveel van die mensen gesproken en ervaringen gelezen en gehoord. Wat kunnen we er nog meer uithalen? Wat is er nog meer te... Wat we meer kunnen halen, dat we altijd verbonden zijn met alles en iedereen. Ik denk dat zo'n belangrijk effect is. Dus ook als je het niet beseft naar anderen en naar de natuur, het heeft effect. En hoe we met de aarde omgaan op dit moment heeft effect op ons als mensen ook. Alles komt terug. Ja, dus als jij een boom kapt met een energie van weg met die rotboom, dat heeft ook een effect. Het is een bepaald onderzoek geweest ooit met planten. Steve Baxter had een onderzoek gedaan naar leugendetectoren. En die had dus hele subtiele elektroden op iemands huid. En als hij dan ging liegen, dan verschoof het elektrisch veld van de huid. Dat heeft hij ook op planten gezet. En dan zag hij ook reacties van planten. Dan had hij een klas binnengehaald in zijn kas. En een van die kinderen mocht een blad afbreken van een plant. En toen 5 minuten later dat jongetje terugkwam, ging die plant reageren. En dus het heeft effect op onze omgeving, op planten, op de levende natuur. En dat beseffen we meestal niet. Oké, dus een eenheidservaring, alles met elkaar verbonden. De intenties van je handelingen doen ertoe. Op een heel subtiel niveau. Hoe je met jezelf omgaat. He, dat je van jezelf compassie en empathie hebt, ook naar je negatieve schaduwkanten die we allemaal hebben. Dat je dat ook accepteert. Het belangrijkste van een levensschouw is dat er geen oordeel is, maar dat er inzicht is hoe je zou moeten leven. Dat is de reden dat die mensen anders gaan leven daarna. Want dat is proberen te leven. Ja. Maar het is ook nog steeds zo dat als je een ervaring hebt gehad en je komt terug in deze westerse wereld, dan
past dat niet. Dus niemand kan luisteren, artsen niet, verpleger niet, de partner niet. 70% echtscheiding. Dat zegt, het is niet meer dezelfde persoon. Is dat nog steeds zo, ook nog na de publicatie van uw boek? Ja hoor, nog steeds zo. Want je zou zeggen, tegenwoordig geef je dat boek en dan heb je in ieder geval het idee... Ze geven vaak een boek ook aan de dokter of aan de psycholoog. Of zijn de psycholoog geweest en zeiden, na 3 keer ben ik weggebleven, toen heb ik voldoende aan de psycholoog kunnen leren. In plaats van dat zij... Ze hebben zoveel inzicht. Maar het probleem is dat als je er niet over kan praten, dan kan je de ervaring niet accepteren. Je weet niet dat het een naam heeft, dat je de enige bent. En het is jarenlang depressie, eenzaamheid en heimweegevoelens. Dus het is een spiritueel trauma ook. En het kan jaren en jaren duren. Ik heb mensen ontmoet die 50 jaar er niet over hebben kunnen praten. Hmm. En als ze het probeerden, werd het afgedaan als onzin en hallucinatie en hou je mond. Dus het is, hoe mooi de inhoud van de ervaring is, het is heel zwaar om in deze westerse wereld zo'n ervaring te kunnen delen met anderen. Mm-hmm. En als je dat hebt kunnen doen, iemand kan zonder oordeel luisteren, dan kan je het gaan integreren, dan dat je gaat leven naar dat nieuwe inzicht. Maar dat kan jaren duren. Ja, ik zei, we hebben nu 2 lijntjes door elkaar. Nou, laten we doorgaan op die integratie. Dat is ja. Ook, ik ben ook een soort van filosofische therapeut. Het is wel iets wat ook mijn bijzondere interesse wel heeft. Wat helpt ze niet? Nou, wat ze niet helpt is onbegrip, is niet luisteren. Ja. Wat helpt ze wel? Wat is de... Dat is dat ze hun verhaal kwijt kunnen zonder oordeel en zonder commentaar. Dat ze niet meteen te horen krijgen, dit is onzin en dat kan niet. En je stelt je aan en dat zijn de medicijnen, dat zijn hallucinaties. Hier heb je nog een pil, zegt de dokter, dan gaat het wel weer over. Dat onbegrip van een ervaring die de meest ingrijpende ervaring is van hun hele leven is geweest, die wordt gewoon ontkend. En als het niet ontkend wordt, dan nog duurt het vaak een tijd voordat ze weer een modus vivendi hebben gevonden eigenlijk. Een manier waarop ze... Waarop ze vanuit die nieuwe inzichten hun leven kunnen vormgeven. Wat maakt dat zo moeilijk? Omdat in onze maatschappij past het niet. Als je opeens tegen mensen gaat zeggen, ik voel wat jij denkt en voelt en ik voel me één met de natuur. Dan zeggen ze, dus een steekje los. Je mag het niet zeggen ook hier. Je mag het niet naar leven dat het inzicht. Althans wordt een hoop mensen met veel onbegrip benaderd. En ook, het maakt de mensen onrustig als ze horen dat iemand weet wat je denkt en voelt of dat je ziek bent. Dat wil je niet weten. Dus het heeft consequenties voor je omgeving, consequenties voor je partner, consequenties op je werk vaak ook. Dus het is heel ingrijpend. Als mopje zeg ik wel eens, als je een bij de doodervaring in India krijgt, dan word je gefeliciteerd. En in het West-Europa word je afgedaan als onzin. Ja, dus je zou ook naar India kunnen verhuizen, begrijp ik. Hoeft niet hoor. Okay. Maar is dat, want dan, want u zegt eigenlijk, dan zijn het de sociale factoren eromheen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het van binnen toch ook wel schakelen is. Je bent weer, en dat is eigenlijk die vraag die we net hebben, waarom ga je vanuit dat bewustzijn, ga je terug naar die grenservaring, we hebben dat heel kort aangestipt, maar die grenservaring... Als ik uw eigen boek maar uitleg. Maar bij die grenservaring horen ze vaak, het is nog niet klaar en er zijn dingen... Je hebt nog een taak te verrichten. Ja, of er zijn dingen die je daar niet kan leren. Zo dacht ik ook ergens, schreef ook ergens, hier kan ik het niet leren, dus ik moet terug naar de aarde. Dus ik heb nog een taak, dat is iets externs, maar ook wel, het klonk voor mij alsof je ook iets interns wilde beschrijven. Klopt maar dat? De taak is ook intern. Oké, die taak kan ook. De taak is ook intern. Oké. Ja, en dan komen ze terug, zeg ik heb blijkbaar een taak. Maar ik weet niet wat die taak is. En dan zijn ze komen 10, 20, 30 jaar zijn ze mee bezig om dat uit te zoeken. Ja, maar dat is dan dus ook een deel van de integratie van die ervaring. Van wat kom ik hier nou eigenlijk weer doen? Ja. En het grote probleem is ook dat hun hele wereldbeeld, wat ze tot nu toe hadden, tot de bijna, wordt op zijn kop gezet. Het is de westerse waarde met materialisme, met rijkdom, met competitie. Dat is helemaal minder belangrijk geworden, of niet belangrijk. Dus dat is ook lastig om daarmee te gaan leven. En wat is dan die taak? Want we hebben... Dat weten ze niet. Oké. Okay. Dat weten ze niet. Het is vaak zeggen, misschien moet ik er gewoon met alle mensen over praten om een ander te helpen, een ander inzicht te krijgen wat belangrijk is in het leven. Sommige mensen denken, ik ben teruggekomen dat ik net een baby had gekregen, daar moet ik voor zorgen. Ik moet terug voor mijn moeder om voor te zorgen, die heel oud is.
Maar meestal zeggen ze, ik weet niet wat mijn taak is, dus ik merk het wel. Ja, want daar zit er ook wel die vraag in van, stel je gaat er vanuit dat uw beschrijving van het bewustzijn als iets tijd- en ruimteloos, wat eigenlijk door de interface van het lichaam van de aarde geconcretiseerd wordt tot een bestaan in ruimte-tijd. Hè? Ja. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat in een ruimte waar de tijd er niet toe doet, waar de ruimte, als je denkt aan iemand in een andere plek, dan ben je er al. In die ruimte is het natuurlijk veel moeilijker handelen dan in een mooie 3D-wereld, waarin je door de tijd heen gewoon lineair je handelingetjes kunt uitoefenen. Dus er is wel, tenminste dat zou de kant zijn die ik opbreng, hè, dat er een heel, dat de dimensie van het aardse leven eigenlijk een bepaald soort handeling toelaat dat je in zo'n oneindige toestand eigenlijk helemaal niet meer hebt. Dat daar alles intuïtief is. Ja, ik denk dat alles te veel één is daar en hier leven in dualiteit. En de dualiteit is de uitdaging om ermee om te gaan. Ja. Ja, dus dat ziet u eigenlijk ook wel een beetje zo, dat er een soort een bijzondere kwaliteit is. Want dualiteit is jij en de ander zijn verschillend. Mm-hmm. En als je bijna doorverheft, dan zeg je, jij ben ik en ik ben jij. Mm-hmm. Dat is een heel ander soort benadering van mensen. En toch zou je kunnen zeggen, als ik een beetje plaag, van nou ja, maar als je die ervaring wil bereiken, is prima. Probeer dat je bij die 18% komt en zorg dat je een bijna doodervaring hebt. Of zorg dat je overlijdt, dan ben je er al. En dan weet ik, moeten we meteen misschien bijzeggen, dat zelfmoord wordt in die dimensie eigenlijk altijd. Mensen die suïcide plegen en een bijna doodervaring hebben, zullen hem nooit herhalen omdat ze voelen dat het niet de oplossing is. Ik zal dat meteen even bijzeggen. Ze nemen hun probleem mee, maar kunnen het niet meer oplossen. Ja. Dus ze zullen nooit een tweede keer een suïcidepoging doen. Ja. Maar toch, als je die plagerige vraag stelt, van nou ja, dan we kunnen het allemaal al, we hebben dat bewustzijn al. Dus. Ja, we hebben het ook. En ik denk dat alleen je erin verdiepen in bijna doodervaring, en mensen overlezen of mensen ontmoeten met zo'n ervaring, geeft ook veranderingen. Ken Ring en hoorde in psychologie gaf een semester lang aan zijn psychologiestudenten een cursus over bijna doodervaring. Ze kregen eerst een heel vragenformulier in te vullen. Toen 3 maanden lang boeken lezen, films zien, mensen ontmoeten met bijna doodervaring, scripties schrijven en daarna moesten ze weer een vragenlijst invullen. Ze waren allemaal veranderd. Dus als je ervoor openstelt, ik ben ook veranderd naar al die mensen die ik heb ontmoet en wat ik over heb gelezen. Dus je verandert. Je hoeft het niet zelf mee te maken, maar daarna zit in van het ene moment op het andere ben je heel anders. En dan moet je dat gaan integreren en dat is lastig. Ja. Als u mensen zou, dan wilde ik me eigenlijk maar afsluiten, maar u beschrijft eigenlijk dus een psychologiecursus die eigenlijk een poging was om die transformatie bij zoveel mogelijk mensen te bereiken. Nee, de opzet was om te kijken wat het effect was van het verdiepen in de mensen met bijna doodervaring en het fenomeen van bijna doodervaring. En het bleek dat verandering, dus je hoeft het niet zelf mee te maken om toch te veranderen. Als kijkers nou zeggen, nou ik wil die verandering ook wel. Ik wil ook wel compassievoller worden, minder angst voor de dood, me meer één voelen met anderen in de natuur. Uw boek lezen lijkt me een goed beginpunt. Ervaringen van mensen die een bijna doodervaring hebben beschreven, lezen. Wat kunnen ze nog meer doen? Nou, ze kunnen ook films kijken, ze kunnen interviews kijken. Dat is genoeg. Dat is soms zo'n boekje van George Ritchie, Terugkeer uit de dood. Dat is een prachtig boekje wat je in één avond leest. Dat kan al zo helpen om een ander inzicht te krijgen in wat belangrijk is. Want zou dat het beginpunt zijn van een goede ervaring die ze kunnen lezen? Als mensen open zijn en geïnteresseerd zijn, dan gebeurt er wat met ze. Heel veel mensen beginnen er niet aan. Omdat ze bang zijn dat ze misschien zouden veranderen. Ja, nou ja, als mensen bang zijn dat ze negatief veranderen, dan kunnen ze die angst ook loslaten. Want waarom zou je ten negatieve veranderen? Nee, niet voor negatief veranderen. Ze bang zijn dan om te veranderen. Mensen zitten vast in een materialistische dogma, in een wereldbeeld en dat moet vooral zo blijven. Ja, nee, dat is wat ik bedoel. Ik probeerde die angst meteen de sleutel voor die angst meteen te geven, maar het gelijk dat het waarschijnlijk, het is waarschijnlijk vrij hardnekkig. Ja. We hebben nog een paar minuutjes. Ik wilde eigenlijk afsluiten met die vraag, wat kunnen mensen veranderen? Er is een vraagje, het is niet een leuke afsluitende vraag, maar misschien is het antwoord ook wel positief. Wat ik u eigenlijk wilde vragen was, u heeft
400.000 boeken verkocht. Die zijn ongetwijfeld ook doorgegeven. U heeft talloze interviews, lezingen. Er zijn heel veel mensen die hier heel erg door geholpen zijn. Blijkens ook uw eigen inbox, maar ook gewoon de reacties die u in het land krijgt. Ik hoop dat ik mijn dankbaarheid ook heb overgebracht zojuist. Waar bent u nog teleurgesteld over? Wat had u graag nog... Je bent teleurgesteld als je een verwachtingspatroon hebt. Dat heb ik niet. Ik ben dankbaar wat er is gebeurd. Dankbaar dat ik dat onderzoek heb kunnen doen. Dat was een no-funding onderzoek. Allemaal in vrije tijd, weekenden, vakantie opnemen. Met een stel gemotiveerde mensen en vrijwilligers opleiden. Er was geen geld voor dit soort onderzoek. En dat geldt nog steeds. Ik ben dankbaar dat ik hiermee bezig ben, dat ik zoveel mensen ontmoet met zo'n ervaring. Zeven rijkdom van nieuwe vrienden en nieuwe mensen ontmoeten. Ik gun dat iedereen ook, om dat bezig te gaan met het feit dat we wat we hier op de wereld, op aarde, fysieke wereld ervaren, maar een beperkt aspect is. En dat de dood het einde is van ons lichaam, maar niet het einde van ons bewustzijn. Er is een continuïteit van ons bewustzijn, maar het bewustzijn heeft geen begin en geen einde. Het is er altijd geweest, het zal er altijd zijn. Dus het was al voor de geboorte en het was al na de dood. Nou, als je met dat inzicht gaat leven, dat we een aspect van ons bewustzijn eeuwig is, eindeloos, zonder begin en einde. Dan wordt je hele mensbeeld anders, dan ga je ook anders leven. Dan gaat het niet meer om het uiterlijk, niet meer om competitie, niet meer om geld, om macht. Maar het gaat om hoe kan ik andere mensen helpen, hoe kan ik mezelf helpen, hoe kan ik de natuur en de aarde helpen. En dat inzicht hebben we nodig als we willen overleven. Ik zeg altijd, voor onze kleinkinderen moeten we toch anders gaan leven, als ze het ook willen overleven. Ja, daar ga ik niks meer aan toevoegen. Meneer Van Lommel, Pim, bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens.